Oh my god, het is eindelijk weer gaande. Underground Survival 3.0. Of je zou kunnen zeggen seizoen 3. Ik heb namelijk helemaal in het begin van dagelijkse day ooit een keer een Underground Survival gedaan. 1 en 2. En dat vond ik toen een enorme uitdaging wat betreft survivalen, omdat je ondergrond zit. Dus als er dan iets wegvalt, iets eten wegvalt, dan ben je fucked omdat je ondergronds bent. Dus kan je niet zo even makkelijk 1, 2, 3 weer iets nieuws maken. En aangezien ik nogal veel te leren heb met survival, vind ik dit de ultieme uitdaging voor mij. Dit is mijn ultieme uitdaging en daarom heb ik jouw hulp nodig. Dus ik hoop dat je me helpt, dat je alle fouten gewoon in de reacties zet beneden. Want echt waar, ik zal ze nodig hebben en ik zal jouw comments ook gaan gebruiken in de video. Laten we samen een nieuw avontuur beginnen op Underground Survival. Ga er lekker voor zitten, ga lekker chillen. Ik doe de eerste aflevering helemaal alleen. En de tweede aflevering komt er een gast bij. En dan hoop ik dat ik elke aflevering een nieuwe gast erbij heb. En dat zullen jullie allemaal wel zien. Het wordt gewoon gezellig, hoop ik. Het wordt leuk. Laten we in de game gaan. Kijken waar we mee beginnen. Want we hebben hier een villager. En dat is zeer handig. Als wij shit willen ruilen, als we ooit emeralds vinden. Meteen al eten, zie ik. Dus ik ben echt een beetje zenuwachtig. Ik ben serieus een beetje zenuwachtig over hoe dit gaat. Of ik het wel zal redden. Deze map is gemaakt door JAX Games. De vorige map was gemaakt door een random dude op internet. Ik weet niet eens meer wie dat was. Die noemde toen ook Underground Survival. Maar JAX Games is een van mijn vaste mapmakers. Die heeft hier een paar maanden aan gezeten. Fucking dope. Alles ondergronds. Zoals je zag in de trailer. Ik viel uit zo'n gat. Nou, dat is denk ik dat gat. Het is ook de bedoeling om ondergronds te blijven. Dus ik ga ook verder niet omhoog hakken. Lijkt me helemaal niet leuk. Er zitten hier 50 blokken vandaan een dorpje, wel op dezelfde hoogte. Ah, kijk, dat is handig. We moeten eigenlijk even zorgen dat we beginnen met hout natuurlijk. Dan kunnen we even een pickaxe maken en allemaal dat soort basisdingen. En ik zie al kool, dat kan ik ook mooi gebruiken voor de oven. We hebben een paardje en een paal. Alleen nog geen touw en een zadel en dat soort shit. Wat zit er in deze kist? Een ocelot, een pig, een villager, een garden, een sheep en een cow, een chicken en een boek. Dorp na dorp heet hij. In elk dorpje tempel zit een tip om naar het volgende dorp te komen. Kijk dus goed rond. Oké, ik ben benieuwd. JAX Games, hij kon het niet overleven. Oh, maar dat is niet erg, want dan heb ik gewoon al meteen een boekje erbij. Ha, en mijn allereerste achievement. Oh, natuurlijk, ik moet ook al die achievements weer gaan halen opnieuw. Kijk, die staan ook allemaal nog leeg en die gaan we denk ik allemaal nog hopelijk unlocken. Ik heb het zadel meteen nodig voor dat paard natuurlijk. Dus laten we eerst proberen. Attack a tree into a block of... Je moet een boom aanvallen. Ja, dat is wel heel leuk. Dat wil ik best wel doen. Maar er zijn hier geen bomen ondergronds. Dus hoe kom ik dan aan hout? Hoe kom ik nu eerst aan hout? Oh, hier zit ook iets. Dit ga ik dan even weghalen. Ik heb nog helemaal geen pickaxe of wat dan ook. Dus dat moet ik maar even met de hand doen. Ik heb er serieus zin in, man. Om gewoon weer een heel nieuw avontuur te beginnen. Ah, kijk eens aan. Dit is chill. Oh my god. Oké, ik laat die saplings er allemaal in. Ik heb alleen even het wood nodig. En, oh, boots. Nice. Een cap en een zadel. Hoppakee, super chill. Deze doe ik even aan. Het zadel. Oh ja, dan moet ik hem natuurlijk eerst even shit geven, zodat hij verliefd wordt op mij. Anders wil hij dat zadel niet om. Een konijn. Oké, spider eye, melon seed, apple. Oké, laat ik hem meteen even eten vastpakken. Dorp naar dorp hebben we gelezen. Je enige hoop. Waarom zitten hier 16 van die boeken in? Van mijn enige hoop. Gegroet, volgende bezoeker. Ik ben Jurjen en ik ben hier gekomen omdat mijn mijn is ingestort. Er is vanaf hier geen uitweg naar boven. Er is maar één manier om aan de underground te ontsnappen. Maar dan moet je wel doen wat ik zeg. Ik heb al voor je uitgezocht dat er 5 dorpjes, 1 kasteeltje, 1 tempel en 1 piramide is. In elke dorp en tempel zit een code om naar het grote paleis te gaan. In de dorpjes zitten ook X, Y en Z codes om naar het paleis te kunnen gaan. Oké. Deze code zit altijd in een kist verstopt. Heb je code 1, 2, 3, 4 en de X, Y, Z van het paleis, ben je bijna klaar. Je moet daar alleen nog je PvP skills laten zien. Succes met het zoeken van het paleis. Het is mij niet gelukt. Nee, dat klopt inderdaad, want jij bent hier dood.
shit. Oké, dit is handig dat er zoveel boeken zijn. Dat is een soort van welkomst voor de mensen die zeg maar ook komen. Dan kunnen die dat ook meteen lezen. Dan zou ik meteen zeggen, yo, check die kist, pak het boekie en boekie en doe er wat mee. Oké, crafting table. Laten we daar eens mee beginnen. Want die hebben we nog helemaal niet. Heb ik nou... Ik kan mijn achievement zeker niet halen nu. Nee, omdat ik het hout moet hakken. Oh, kutje Beffie. Dus dan moet ik eigenlijk zorgen dat ik een van deze zo snel mogelijk kan neerzetten. Heb ik dirt? Ik heb geen dirt. Oh ja, hier is dirt. Oké. Heb ik dan ook per se water nodig? Hier is water. Kan ik dan dirt hiernaast zetten? Ik zou het kunnen proberen. Heb je per se... Nee, je hebt niet eens per se water nodig, toch? Naast een boom. Of wel? Ik weet het niet, man. Ik ga wel even wat bomen planten. En dan zie ik wel of ze gaan groeien of niet. Ik moet dus echt weer zoveel dingen leren om in Survival. Het is zo lang geleden. Ik ben de laatste tijd alleen maar plot van een kijken natuurlijk aan het doen elke vrijdag. En nu ineens zien jullie dit. En denken jullie, oh nee, Milan, help. Waar is plot van een kijker nou weer? Haal ik dit even snel weg. Of kan ik gewoon even een sticky maken? En dan een crafting table even... Waar ga ik die neerzetten? Hier ga ik die neerzetten. En dan... Ik moet dan even goed nadenken. Niet shit verneuken. Laat ik hier maar mee beginnen. Met een wooden pickaxe. En dan even wat weghakken. En dan heb ik in ieder geval een beetje kobbel. Zodat ik weer een betere kan maken. Een betere pickaxe. Er is in ieder geval al een klein begin nu. Dat is fijn. Hoppakee. Stone pickaxe. Oké, dat is onze backup. We gaan eerst deze even helemaal opmaken. Laat ik hier even wat weghalen om wat ruimte te maken voor die boompies. Die boompies die wil ik hier zo vlak bij het water hebben. Voor de zekerheid hoor. Want ik weet niet zeker dus of die bomen constant water nodig hebben. Ik weet wel dat die bomen ruimte nodig hebben. Ik weet nog wel echt lang geleden toen ik die Underground Survival deed. Dat elke keer zat te kutten met die bomen. En dat ze maar niet gingen groeien. En dat het maar niet goed ging. En toen op een gegeven moment kwam er een gast. En die zei gewoon, joh Milan, je moet gewoon zo doen. En toen had ik het in één keer goed. Ja, door die gast dan hoor. Ik weet niet eens meer wie dat was toen. Maar toen had ik het wel in één keer goed. Ik ga voor de zekerheid nog eentje ernaast doen. En dan kan ik daar denk ik die boompies in kwijt. Wil jij een beetje aan de kant gaan, meneer de paard? Meneer Knol, dankjewel. Dat paard moet natuurlijk ook nog een naam. Dus als jullie een leuke naam weten... Wat de fuck zeg ik nou weer? Een leuke naam weten... Dan moet je dat even achterlaten in de reacties. En dan ga ik een van jullie naampies even kiezen. Plop, 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 plop. Oké. Ik denk dat dit wel een goed begin is. En dan hier een boom. En dan kan ik eigenlijk hiernaast nog wel een boompje maken. Oh, shit, shit, shit. Ik gebruikte mijn stone. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. Oh, en een oven. Want ik zag raw rabbit. Want ik moet natuurlijk ook denken aan mijn eten. Ik heb nu nog geen honger. Ik zag dat difficulty stond op easy, zag ik staan. Dus dat zou ik moeten kunnen redden. Tenminste, qua eten en dat soort shit. Volgens mij was de vorige keer was het een stukje moeilijker qua difficulty. Maar hey, ik klaag niet. Laten we eens proberen of dit lukt. Hier en hier. Nee, dat is toch te dichtbij. Voor mij is dat... Dit is veel te... Dat is veel te dichtbij, man. Oké, weet je wat? Ik doe gewoon eentje. Ik doe dit. Dit moet sowieso lukken. Dat kan niet anders. Hij heeft ruimte. Licht. Hebben ze niet nodig. En water, denk ik? Ik weet het echt niet zeker, man. Het is echt heel kut. En ik kan het ook nu aan niemand vragen. Ik doe voor de zekerheid zo. Dan heb ik in ieder geval een beetje water erbij. Zo. Het is ook wel leuker trouwens, zo. Een beetje meer water, een beetje meer sfeer. Er zit die 50 blokken vandaan een dorpje wel op dezelfde hoogte. Maar dan weet je dus nog niet welke kant op. Het kan die kant op zijn, die kant of die kant. Dus daar moeten we ook nog even naar kijken. Wat gaan we nu doen? We gaan even die oven maken. Dat doen we in de crafting table. Oep. Dit is echt weer de basic stuff gewoon weer. Echt weer back in the days. Ga ik hier nog wat mee doen? Oh, ik doe dat gewoon, ik flik het gewoon even hier. En dan pakken we even wat kool. Dank u wel, koolmees. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Ik gooi even een koolmeesje in de oven. Dank u, dank u, dank u. En dan kan ik even kijken. Ja, op zich hoef ik niet per se die raw rabbit nu al te koken. Hè? Maar het is wel handig om sowieso te hebben. Ik heb zo weinig hout, man. Ja, hier zit hout op. Dat moet ik eigenlijk meteen pakken. Ik moet eigenlijk dit hout hier meteen pakken, joh.
kan mij dat nou schelen dat hier hout zit? Kan mij dat nou schelen? Zit hier achter nog meer hout? Dat zou wel chill zijn eigenlijk. Zit hier achter nog meer hout? Nee, oké, dat is jammer. Zal ik dit hout gewoon pakken? Ja, fuck it, ik pak dat gewoon. Dan kan ik... ik zit te twijfelen, zou ik een axe maken? Maar ik doe het wel gewoon met deze. Daarmee lukt het ook. Design is ook wel leuk om gewoon te hebben, om het maar gewoon te hebben, zeg maar. Zo van, dan hebben we een sign. Dan kunnen we misschien nog zelfs dingen gaan sorteren. Ooit op een dag kunnen we dingen gaan sorteren. My god. Oké, ik heb er weer 2 bij. Dus ik heb nu 6. Dus wat is nou handig? Even denken. Wat is handig om te doen? Het is handig om... Wat is nou handig, Milan? Verdommetje, man. Zou ik gewoon gaan graven en dan zie ik het wel. Ik wil eigenlijk een kist maken, maar dat heb ik nog helemaal niet nodig. Kool en die sapling erin en dan dirt, fuck it, boeien het gewoon mee en die signs. Weet je, ik ga eerst wel gewoon graven. Ik zou niet weten wat ik nu anders zou moeten maken. Die boom, dat komt wel goed. De paard gaat echt niet zomaar weg. Ik bedoel, een bed. Een bed. Ik moet een bed hebben. Want anders heb ik geen spaanpunt ding. En dan ben ik voor altijd dood, toch? Oh, man. Dus dan heb ik wol nodig. Dus die krijg ik van een van deze motherfuckers. Welke motherfuckers ook alweer? De sheep. Sheep. Maar dan moet ik weer die shears hebben. Dan heb ik iron. Oh my god. Oh. Are you kidding me? Meteen al? Oh, chill? Oké. Okay. Nou ja, is goed. En fucking voor hout ook meteen. Oh, en een kist. En een kist. Gaan we deze openmaken? Ja, dat gaan we doen, maar nu nog niet. We houden de spanning erin. Ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Ik hoop dat er iets in zit waar ik veel aan heb. Misschien hout of iron meteen al. Het zal toch niet. Als er nu al iron in zit, dat is wel meteen heel erg OP hoor. Dat is wel meteen een heel goed begin. Maar ik haal eerst even al het hout weg. Want dat kan ik goed gebruiken. Ah, het is wel echt fucking chill dat trouwens hier zoveel hout zit. Ik pak het wel allemaal op? Ja, ik pak het wel op. Oh, en ik heb trouwens ook nog een chest nodig. Misschien zit die wel in de kist. Een chest. Dat zou chill zijn. Is dat wel een chest? Ja, chest plate bedoel ik hè. Zo'n ding of op je borsten. Oh, en de torches kan ik misschien even terughangen. Anders is die zo donker. En torches heb ik sowieso nodig. Want, damn, ik weet nog wel dat we die fucking diepe gangen gingen graven. En dat we gewoon niet wisten waar we waren. Omdat we hadden niet genoeg torches. En met we bedoel ik elke keer ik en dan een gast. Maar dat was drama iedere keer. Dus, ja, ik moet die torches moet ik even goed... plaatsen, zodat ik overal genoeg licht heb en niet te veel kwijt hoef. Dus hier is dan 1, dat is genoeg licht. Dit is ook genoeg licht. Dit is overdreven. Dat is genoeg licht. En deze 2 zijn dan ook overdreven. Kijk, dit is op zich wel genoeg licht al. Dan heb je met 3 zo'n hele gang al wel genoeg verlicht. Prima. Oké, de laatste 3 houten blokken. En dan ga ik die kist even openmaken. En dan hoop ik... dat er wat episch in zit waar ik wat aan heb. Oh, kut. Ik ging me helemaal vernieuwd. Dat is zo fucking kut. Dan ben je aan het hakken en dan ben je bijna klaar. En dan ga je op ongeluk naar rechts of naar links. En dan moet je weer helemaal vernieuwen met dat blok. Oké, daar gaat hij. Fuck yes. Oh shit. Oké, chill. Die torch is relaxed. Iron. Ik zei het is OP. Het is inderdaad OP. Maar ik heb het. Meteen al fucking wood. Hey Bill, dat is fucking relaxed voor die paarden vreten dat toch? En waar kun je er nog meer voor gebruiken? Nog ergens meer voor, geloof ik. En redstone. Ja, redstone is niet zo heel erg boeiend. We kunnen ook meteen een kist meenemen natuurlijk. Dat is ook super relaxed. Kunnen we die ook meteen kwijt en neerzetten. Oh, en zit ik ineens te denken. Deze fences kunnen we ook goed gebruiken. Want dan kunnen we meteen een soort van farm maken. En ik heb nog een beter idee. Oh, pak ik ze nou wel op? Ik pak ze wel op. Ik heb nog een beter idee. Als ik nou gewoon die farm hierin maak... dan hoef ik ook niet weer een nieuw gat te maken. Hey, efficiënt denken.
Even efficiënt denken. Dus dan doe ik... dan moet ik eigenlijk nog een deurtje hebben. Die kan je ook maken op een bepaalde manier. Kut, ik weet alleen niet meer hoe. Nou ja, fuck it. Ik doe wel gewoon... een blok dan ernaast. Dus dan doe ik... even kijken hoor. Fans. Is het genoeg? Ja, dat is genoeg. Wel even een extra torch. Zo. Ja, iets hoger. Zo. Perfect. Ja. En dan fans hier. Fans hier. En dan doe ik deze. Heb ik toch denk ik niet nodig. En dan kan ik zo eroverheen. Dan kan ik niet eroverheen. Super chill. Dan gaan we dit even weghalen. En deze ook. En die ook. Oh, what the fuck is dit? Oh, dat is dat andere spul. Die andere soort granite. Oh ja, shit. Oké, die heb je ook nog natuurlijk. En hoe kan ik dan weer terug? Niet. Moet ik dan terug? Nou, ik moet even zo'n deurtje maken. Maar ik weet even niet met 1, 2, 3 hoe ik een deurtje maak. En ik ben bang dat als ik nu een deur al meteen probeer te maken, dat ik misschien daarin faal. En dan heb ik gewoon hout verneukt. En hout is nu heel erg belangrijk om te houden. Wat is het dier wat ik als eerste nodig heb? Op zich zou je kunnen zeggen, je flikkert alles er gewoon in. Maar als ik nou schapen ingooi, wat eten schapen? En als ik ze zeg maar nou laat fucken met elkaar. Schapen eten toch zaden? Alleen zaden wil je ook eigenlijk voor je boom. Alleen deze boom gaat ook... Ga eens van mijn boom af, jongen, knol. Ga eens van mijn boom af. Dankjewel. Maar als je die boom groeit en je haalt de boom naar beneden, dan komen er ook als saplings naar beneden. Saplings, ja, maar niet seeds. Oh, damn. Seeds heb je nodig voor gras. Seeds krijg je graan. En als je graan pakt, dan krijg je weer... Oh my god, dus ik moet die nog helemaal niet gebruiken. Wat is makkelijk om te doen dan? Wat geef je dan ook alweer schapen op om te eten? Ik denk dat ik wel die schaap kies. Maar daar heb ik er 2 van. En ik heb dat wol ook nodig. En deze kan je volgens mij meteen al zo doen. Ja, dan kun je shears van maken. Maar ik weet niet of dat makkelijk is of handig is om dat meteen al te doen. Oké, schapie, schapie. Hallo! Hallo, dames en heren, heren en dames. Ik weet niet wat jullie zijn. Eigenlijk zijn jullie allebei dames, maar toch op een wonderbaarlijke manier kunnen jullie met elkaar de liefde bedrijven. Hallo, ik heb nog geen namen voor jullie, dus ik zal jullie nog niet aanspreken met een naam. Maar welkom in de ondergrondse survival serie. Alsjeblieft. Voor een mooi onderkomen heb ik jullie daar ondergebracht. Zullen ze proberen te voeren? Meloenen eten ze sowieso niet. Wat eten zij wel? Wat eten schapen ook alweer? Is dat wortels dan? Nee, dat doen toch paarden? Kut, sorry. Zie je allemaal van dat soort basisdingen? Het is zo simpel. Ik weet zeker dat jij het weet. En anders, degene die naast je zit of degene die in die kamer zit bij jou, weet ik zeker dat iemand dat wel weet. Alleen ik dan weer net niet. En dat is gewoon fuck my life. Dat is gewoon basically fuck my life. Dus, wat doe je dan? Dan ga je denk ik gewoon... Nee, fuck it. Ik ga die shears maken. Ja, ik ga die shears maken. Dan heb ik 2 wol. Dan heb ik nog 1 keer wol nodig. En dan kan ik een bed maken. En chucky. Oh, nee. Ik krijg al meer wol, joh. Maar ik moet het wel kunnen oppakken. Ja, dankjewel. Oh, 4 wol. Oké, chill. Ja, ik kan een bed maken. Oké, ik ben klaar. GG, game over. Ik hoef niet meer te spelen. We zijn klaar. Ik heb een bed. Oké, crafting table. Wood. En dan wol. Wol. Dank u. Chill. Bed. Zetten we die neer. We maken even snel een soort van onderkomen. Die zetten we hier neer. Achter die villager. Vind ik wel een mooie plek. Klein beetje hoger nog. Anders voelde ik me zo claustrofobisch in zo'n klein hokkie. En dan een beetje naar de zijkant. Dus voel ik me helemaal zo claustrofobisch. Oké, we hebben in ieder geval... Nou, steen. Ik zweer het je, steen gaan we zoveel nog krijgen in deze aflevering. Of in deze afleveringen. Dat is echt niet normaal hoeveel wij gaan hakken met z'n allen. Oké, dus dit is wel een mooie ruimte. Flikker ik hier mijn bed neer. Oh nee. Oh shit, gelukkig. Ik kan hem wel kwijt. Oké. Het is niet een hele praktische locatie, maar we doen het er even mee. Hoppakee, liggie. Nou, er hoeft maar 1 liggie eigenlijk te zijn.
Ja, één lichtje is genoeg. En dan ga ik meteen maar even een spawn point maken. Haha. Let's go. Sleepy, sleepy. Tada. Chill. Oké, fucking relaxed. Deze doe ik even weg. Dan heb ik het bed mooi soort van in het midden. Dat vind ik leuker. Zo. Oké, dus nu als ik dood ga, kom ik weer terug op het bed. Fijn, top. Weet ik dat ook weer. Kan ik weer mee verder door. Holy shit, waarom zet ik dat blok in godsnaam hier neer? Oké, we gaan niet die kant op. We gaan... Welke kant gaan we als eerste op? Gaan we de X, de Y, de Z? Wat gaan we doen als in noord, oost, west, zuid? Z, X, Z, X, oost, zuiden. Zullen we het zuiden eerst ingaan? Ja, dan heb je die gravel allemaal. We gaan eerst wel gewoon het zuiden doen, ja. Dit lijkt me niet zo'n logische stap. Dit is dan een gang. Of nee, we gaan hier gewoon heen. We gaan naar het westen. We gaan naar het westen. We gaan richting Den Haag. We gaan richting... wat zit er nog meer? Rotterdam, geloof ik. En allemaal andere plaatsen. Ik weet het allemaal niet. Er is fucking veel daar in het westen van Nederland. Daar gaan we heen. En dan zien we wel wat we tegenkomen. Gaan we gewoon graven. Oh, nice. Gravel. Waar kon ik dat ook weer voor gebruiken? Daar kon je ook ergens goed voor gebruiken. Moet ik een schep maken? Of is dat zonde van mijn hout? Ik heb 21 hout. Nee, 25 hout. Is dat zonde? Ik weet het niet. Volgens mij als jij met je pickaxe hakt op gravel of dirt, dan gaat die sneller kapot. Maar... kijk, dit zijn allemaal van die moeilijke dingetjes. Je wil eigenlijk zoveel mogelijk besparen en zoveel mogelijk goed doen. Maar omdat ik nog niet heel veel... Omdat ik gewoon heel veel ben vergeten eigenlijk. Want daarvoor wist ik het allemaal wel. Maar ik ben het gewoon weer allemaal even kwijt. En dat is vervelend. Ik ga gewoon door op deze manier hoe ik nu doorga. Ik vind het prima. En als ik later lees in de reacties dat het niet zo is, dan weet ik het. Dan moet je eens kijken wat ik nou heb gevonden dan, jongens. Oh, shit. Is dit het eerste dorp al? Hebben we de eerste aflevering meteen al het eerste dorp? Wacht eens even. Wacht eens heel even. Ga eens aan de kant met je kontje. Dankjewel. Er zitten hier 50 blokken vandaan een dorpje. 50 blokken. Gaan wij eens even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En dan ben je er zo'n beetje al. 23, 24. Jezus, meisjes man. Dat is toch geen 50 blokken? Oh mijn god, er is leven hier. Hallo Grietje. Hallo Hans. Hallo Freda. Weet ik veel. Mooi dat jullie er zijn. En er zijn ovens. En er zit goud in ovens. En bloemen. En bloemen. Jezus, heb ik daar nog aan. Oh, wacht. Daar kun je potions van maken. Shit, toch? Fuck yeah. Oh, en nog een kist met fucking diamond. Bloemen. Or. Bloemen. En nog meer hout. Tulp en rails. En een fucking chestplate die ik nodig had. Holy shit. En het lijkt misschien nu al meteen heel veel wat ik heb. Maar het is zoveel random shit. Je kan er nog niet echt een geheel ding van maken. Plus ik heb nog niet echt een soort van kamp waar ik meteen die boom kwijt kan en shit. En elke keer als er een gast komt, moet ik die natuurlijk eigenlijk ook armor geven. En een zwaard en weet ik het wat allemaal. Want het valt me trouwens op. Ik ben nog helemaal geen zombies tegengekomen. Dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Maar die zijn er wel, denk ik. En meteen zo'n anvil. Fucking chill. Oh, dit is wel relaxed, man. Ik zou eigenlijk hier meteen mijn kamp moeten maken of zo. Wat is dat? Wat is dat? Is dat... Oh, dat was gewoon schaduw? Dat zag er raar uit. Iron! Ik zie nu pas dat het fucking iron is. En daar ook! En daar ook! En daar ook! Oh, shit! Oké. Ik ga eerst die iron pakken. Voordat ik iets anders ga doen, ga ik eerst die iron pakken. Want die kan ik zeer, zeer goed gebruiken. Dank u. Want ik moet natuurlijk een heel iron pak hebben. En ik moet een iron pickaxe hebben, een iron zwaard, een iron bel is misschien wel handig. Ah, dat is misschien een beetje overdreven. Een iron bel. Oké, wacht, deze. Zo, en dan hebben we daar nog meer iron. Die ga ik ook even meenemen. Kijk, en als je met z'n tweeën bent dan straks, dan is het helemaal relaxed. Want dan kan gewoon die andere alvast met die andere
Iron bezig. Die andere met die andere Iron. Je snapt wat ik bedoel. Dan kun je met z'n tweeën veel efficiënter werken. Huh? Ik redde dit. Chill. Is hier nog Iron? Ja, toch? Ja, hier was ook nog. Oké, dan ga ik hier ook even naar boven. Doe maar met dit. Oh, en er zit trouwens ook wood. Ik zie nu pas dat er gewoon fucking wood ligt, man. Holy shit, ik heb meteen gewoon al fucking goede resources. Ik denk dat het gaat echt lang duren. Het begin was altijd heel erg moeizaam in de voor... Oké, de vorige Underground Survival seizoenen. Maar hier valt het op zich wel mee. En waar leidt dit heen? Dit is dicht. Oké, nou, is niet super interessant. Ik zal het even zo laten. Dus, ik ben eigenlijk wel heel erg verrast over dat we meteen al vet veel resources hebben. Waar we al best wel veel mee kunnen. Want zeg nou zelf. Oh, hey, is dit die code? Oh ja, dat was natuurlijk in dat boek. In dat boek stond, daar kun je een tempel, paleis, dat soort shit allemaal. Dus dat is op X900I20Z7. Oké. Ik ga er later naartoe. Ik ga dat ergens noteren nog. Dat komt helemaal goed. Mag ik even binnenkomen? Hallo, dames en heren. Hallo, Grietje. Wat wil jij? Papier, een boek, een enchanted boek met Silk Touch. Oké. En wat heb jij? God, ga eens van dat ding af, man. Hey, doe het thuis ook of zo op kisten staan. Feather falling. En wat heb jij? Gewoon alleen dat. Oké, top. Nou, wat zit er in die kist? Code 1? Code 1? Gewoon alleen code 1. Code 1. Is dit dan dorp 1 of zo? Dan moet ik even dubbelchecken. Hoe zat het ook alweer? Code 1. Want dit is voor mij ook helemaal nieuw, hè? Ik bedoel, ik vroeg aan hem... Yo, maak een vette map als je wil. Hij zei, yo Milan, dat kan ik. Dat kan ik maken als je wil. En toen zei ik van... Bedenk maar wat. Verzin maar wat. Breng jouw creativiteit maar in de server met zo'n survival ding. En laat me zien wat je kan. En hiermee is hij gekomen. En hij stelt mij bijna nooit teleur. Ik zeg bijna. hij stelt mij nooit teleur. Dus ik ben ook helemaal nieuw met dit. En hoe dat precies werkt met code 1 en weet ik het allemaal. Dus, dorp naar dorp. In elk dorp is er een tip. Kijk, is goed grond. Ja. Ik had denk ik die andere even moeten lezen. Er is maar één manier om te ontsnappen. 5 dorpjes. We hebben dus nu al 1 gevonden. In het dorp zitten ook XIZ-codes om naar het paleis te kunnen gaan. Oké, dus die XIZ-code is om naar het paleis toe te kunnen gaan. Maar die code... Oh, wacht even. Heb je code 1, 2, 3, 4 en de XIZ van het paleis, ben je bijna klaar. Oh, dus je moet alle 4 de codes hebben en de XIZ van het paleis. Maar je weet natuurlijk niet of die XIZ die we net al tegenkwamen in dat dorp al meteen ook van het paleis is. Dus dat zouden we eerst nog moeten checken. Dan zouden we eerst nog helemaal daar moeten heen graven. En ik zie ook dat deze fucking boom niet groeit. Dus ik weet ook niet hoe dat kan. Ga jij groeien? Ga jij de lucht in? Of heb je meer ruimte nodig? Of wat is precies jouw probleem? Wat is jouw probleem? Ik heb serieus geen idee wat zijn probleem is. Maar hij groeit in ieder geval niet. En dat vind ik jammer. Oh shit, ik moet eigenlijk niet rennen. Oh, dat heb ik toen vorige keer ook zoveel gerend. En dan gaat er zoveel eten vanaf. Maar nu... red ik het denk ik wel. Want ik heb best wel veel... Ik schrik echt serieus van hoeveel resources ik heb. Ik schrik daar serieus van. Ik had niet verwacht dat het al zo snel zoveel zou zijn. En dat ik ook meteen de goede kant op ging. Wat heb jij allemaal? Een iron shovel met fortune? Really? Alsof iemand dat wil, man. Je bent echt een nutteloze zakenman. Alsof iemand wil wat jij hebt. Oké, het kan nog... Oh, kijk, die boeken zijn ook handig voor die enchantment table. Die er nog aankomt natuurlijk. En daar zitten allemaal nog furnaces. Maar ik wil niet eigenlijk dat hun eruit ontsnappen. Dus ik moet vanaf boven... Are you kidding me? Dit is hier gewoon een melon farm? What the hell? Ik heb al meteen echt super veel eten. Holy shit. Holy shit. Meteen al fucking veel melons. Moet je kijken. 23, 27. Wat een lekker begin dit, man. Maar straks moet ik het wel gaan delen. Dat is misschien een beetje een nadeel. Maar aan de andere kant,
Als je met z'n tweeën bent, gaat het veel sneller. En hier ook al meteen een farm. Hoppakee, dus hebben we ook meteen seeds erbij. Dus dan maakt het niet meer uit of ik het nou geef aan mijn dieren of niet. En ik zat even net te denken van seeds. Volgens mij eten schapen helemaal geen seeds, maar zijn dat kippen. Dus het lijkt me ook handig om gewoon meteen even een soort farmpje te maken met kippen. Ik heb trouwens het dorp nog niet helemaal onderzocht, maar ik ga er zo meteen mee verder. Ik wil eerst even snel een farmpie hebben met kippen. En die kan ik op zich wel hier gewoon naast maken. Oh, ik ben weer aan het rennen. Kut, ik moet dat eigenlijk niet doen. Dus ik ga gewoon hiernaast even een soort van... ook een farmpje maken. Dan wordt dit gewoon... Dit wordt gewoon helemaal vol met farm dingen. Gewoon hier komen alle dieren terecht. Dit is gewoon de dierenopvanggang. De dierenopvanggang. Dat kan toch? Dat bestaat. Geen idee of dat bestaat. Maar we maken het nu gewoon een dierenopvanggang. Jezus, wat veel kool. Ik denk, ik haal even dat kool weg hier zo, want dat staat zo raar als je dan zeg maar steen en dan kool. En kool is toch weer een resource wat je kan gebruiken. Maar hey, iron, zeg ik ook geen nee tegen. We hebben 1 diamond nu in ons bezit trouwens. Voor als je het gemist had. We hebben 1 diamond. Of als je even toevallig je ogen dicht had. Maar we hebben nog geen diamond gevonden. En als we diamond vinden, dan werd ik altijd helemaal wild. Want het was best zeldzaam om diamond te vinden. In de underground. In de underground survival. Ik ben benieuwd hoe dat hier zal zijn. Of het net zo moeilijk zal zijn om diamond te vinden. Het is gewoon weer een compleet nieuw avontuur. Het is fucking cool. En ja, heb je suggesties voor wie je mee moet doen in zo'n aflevering? Dat is heel leuk. Maar ik heb mijn eigen suggesties al. Dus dat is gewoon jammer. Je hebt er gewoon niks. Nee, oké, dat is flauw. Weet je, je mag het heus wel achterlaten in de reacties. Alleen wat het is, ik heb natuurlijk een vriendenlijstje met Minecrafters die ik al op het oog heb, met wie ik het heel graag zou willen doen. En die ga ik eerst uitnodigen en daarna kan ik altijd nog de reacties nalezen van even kijken wie zegt een YouTuber die eigenlijk wel heel erg goed is in Minecraft of gewoon heel erg leuk is om mee op te nemen. En die moet dan ook natuurlijk wel kunnen en die moet wel beschikbaar kunnen zijn. En die moet niet weg zijn of wat dan ook. Even kijken. De rup. Ja, dan doen we deze even dicht. Zo. En dit. Ja, dit moet eigenlijk ook dicht. Waarmee maken we dat dicht? Met stone bricks? Ja, hè? Of granite? Ja, ik weet niet zo goed wat ik met die granite moet. Dat is mij ook een beetje te nieuw, zeg maar. Als in, ik weet niet zo goed wat ik daar nog mee moet. Maar ja, oké. Dit is prima zo. Dan doen we even een venster voor. Doe maar gewoon hier. Eigenlijk nog een deurtje, maar ja, wat ik zei. Anders ga ik weer die deur verneuken. En als ik deze nou gewoon hier neerzet, dan kan ik naar beide kanten meteen. Dat is makkelijker. Als ik hier dan tenminste ook dit openmaak. Ja, en deze ook. Ja, dat is beter. Oké. Zo is het goed. Ja, zo is het goed. En dan moet ik even die kippen erin doen. En ik zit nog steeds te twijfelen of ik nou een axe moet maken of niet. Maar gewoon een axe voor het hout weg te halen. Want dan gaat die fences kan ik dan even net wat makkelijker binnenslepen. Ik denk dat ik daar nog even mee wacht. Ik denk dat ik nog eerst even wacht totdat mijn pickaxe helemaal kapot is. Heb ik genoeg iron? Nee, hè? Ik heb gewoon helemaal geen... Oh, jawel, 25 iron. Oh ja, dat zal ik even in de oven doen. Coal en iron, hoppakee. Nou, dan hebben we in ieder geval al dit gaande. Dan kan het op zich wel, denk ik, toch? 25 hout, ik heb hier nog hout. Ja, joh, moet je kijken, man. 45, ja, dat kan wel. En dan krijg je zo, ja, dat kan makkelijk. Dan kan ik wel een axe maken, maar dan doe ik hem wel van hout. Want ik vind van iron vind ik dan een beetje zonde. Dan doe ik hier nog even een pickaxe erbij. Zo. Of eigenlijk had ik daar een schep van moeten maken, denk ik. Is dat nu nog handig om te doen? Nee, fuck it, ik bewaar het. Je weet me nooit. Ik weet echt niet hoeveel hout ik nog ga tegenkomen. En of deze boom überhaupt nog ooit gaat fucking groeien. Want volgens mij doe ik het helemaal verkeerd. En verneuk ik die hele shit. Maar het zal wel aan mij liggen. Het zal echt wel aan mij liggen. Het kan niet anders. Ik ben serieus volgens mij die hele boom shit aan het verneuken. Maar ja. Oké, ik moet die kippen moet ik dus even daarin doen. De chickens. Dus laat ik die meteen maar even pakken. Chicken. Dat is er 1. En dan maakt niet uit dat het 1 is.
Oh, wacht. Misschien even een kist erbij. Dat is wel handig op zich. Oh, wacht. Die hoef ik niet te maken, want die heb ik gewoon al hier. Tada. En tada. Oh, lekker hoor. Jij geeft me gewoon een duw, hè? Lul. Lul de behanger. Hij gaf me serieus een duw. Ik wou hem hier neerzetten en hij ineens in mijn nek te hijgen. Verdomme, dan moet ik hem weer opnieuw plaatsen. Wacht, gaat sneller. Hoppakee. En dan zet ik hem... Ik wou hem hier neerzetten, maar... Ik ben toch niet zo... Ik zet hem wel gewoon hier. Kijk. Maken we gewoon een grotere kist. Chill. Beter. Oké, hou ik bij me. Niet alles. Je weet me nooit. Straks ga ik ineens dood. Door een of andere trap of door weet ik veel wat allemaal. Diamond hou ik hier gewoon lekker veilig. De pickaxe kan ik wel gebruiken. Die ook. Torches mag ik ook meenemen. Stonebricks zijn ook wel handig op zich. Je weet me nooit. Voor de rest... Niet zulke hele boeiende dingen die ik per se moet bewaren. Maar, even kijken. De chicken. Die gaan we even spannen nu. En plop. Dank u. En dan nemen we meteen wat seeds. Oh nee, kut. Normaal ga je dan... Oh, kutje, befje. Oh nee. Normaal ga je dan met iemand anders, zeg maar, liefde hebben. Maar dat kan nu niet. Dus ja, je kan wel mij aankijken. Maar ik ben niet verliefd op je zoon. Sorry. Eet jij dit? Nee, hè? Jij eet andere shit. Wat eet je ook alweer? Wat eet een fucking schaap ook alweer? Waarom weet ik dit niet meer? Waarom ben ik dit vergeten? Ik weet zeker. Is het wortels? Nee. Oh nee, wat is het ook alweer? Wat eet een schaap? Milan, come on, je weet dit. Je weet dit. Een appel? Nee. Een meloen? Nee. Wat? Een wheat! Is dat zo? Eet een schaap wheat? Moet ik die wel geven eigenlijk? Het zijn er maar twee. Op zich kan het wel. Ja, hè? Jullie eten dit. Ja! Kijk dan. Ja! Ga de liefde bedrijven. Maak een klein schaapje erbij. Ja! Nice! Kijk hoe cute! Chill. Die hebben we erbij. Die is in de pocket. Jij moet ook even gaan poepen met eieren en shit. Dan kan ik ook weer nieuwe kippen krijgen. Fucking chill! Dankjewel, dames. Dankjewel, dames. Heel gek dat dames een kind kunnen krijgen. Het is een geadopteerd schaap die uit hun kontgat komt of zo. Ik weet niet precies hoe dat werkt. Maar ja, het is ook een beetje moeilijk uit te leggen en te begrijpen. Whatever. Dat heb ik gedaan. Wat is de volgende stap? De volgende stap is om... dat dorp verder te verkennen. Laat ik dat maar even gaan doen. Ik heb nu nog wheat, dus moet ik eigenlijk even kwijt in de kist. En eigenlijk zou ik deze seeds hier ook neer kunnen zetten. Maar dan moet ik eerst een hoe hebben. En die hoe kan ik op zich al maken. Is dat zonde? Nee, dat vind ik niet zo zonde. Want een hoe is best belangrijk. En een hoe maak je zo. Oh, dat rijmt allemaal op enzo. Lomo, wo, ro, 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 ro. Oké, leuk. Dit is water, dus ik hoop dat dat gaat groeien. Ik denk dat dat gaat groeien. Laten we maar hopen dat dit ook gaat groeien dan. En misschien eentje ernaast nog? Ja, waarom niet? Alleen ik denk dat die boom dan niet meer gaat groeien. Die boom had er toch al lang moeten zijn, jongens? Dat kan toch niet dat het zo lang moest duren? Oké, weet je wat? Ik haal wel wat meer weg. En ik ga gewoon ervoor zorgen dat... hier een boom komt te staan. Ik wil een boom in mijn ondergrondse survival hebben. Die wil ik. Dus hij moet er komen ook. Zo, dit haal ik allemaal weg. En zet ik het dirt neer. Heb ik nog dirt over? Ik heb geen dirt meer in mijn hand. Ja, 16 dirt. Chill. Flop, flap, fliep. Flippen de flap bij de flop. Oh shit, dan gaat de sheet natuurlijk weg. Oké, wacht even zo doen. Zo. En dan hier zo. En flippen de flappen de floep. Oh, en hier is weer iron. Holy shit, wat dichtbij. Wat dichtbij, joh. Nooit verwacht. Oké, we nemen die hier gewoon even lekker mee. En deze flippen de flappen de floep. Hier nog. En voor de zekerheid, want echt... Ik weet niet waarom die net niet groeide. Maar voor de zekerheid doe ik er gewoon eentje naast. Hop, hop, hop. En dan... een boom op de middelste plek. En ik denk dat die genoeg ruimte heeft nu. Of heeft hij nog meer ruimte nodig? Waarom twijfel? Ik twijfel de hele tijd.
heeft hij nog meer ruimte nodig? Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Dat maakt het gewoon moeilijk, ja. Ik pak even iets meer dirt. Even iets meer dirt. Deze. Hoeveel heb ik nodig ongeveer? 4, 5, zoiets. 6, ook goed. Dan doe ik dat even nog hier vullen. En dan gooi ik hem iets... God, gloeiende god, 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 god. Dan gooi ik hem iets meer naar het midden, ja? Doe ik dat. Dan zet ik hem... Nee. Ik kan gewoon niet tevreden zijn. Ik heb elke keer het gevoel dat hij te weinig ruimte heeft dan ofzo. Oké, precies 3. Precies genoeg. Dan hier in het midden. Hij heeft overal genoeg. Hij heeft overal 2 behalve hier. Dat is niet erg, want dit is dan zogenaamd water ofzo. Nu moet hij groeien. Moet. Ik geef hem ook extra licht. Geen idee of dat helpt. Maar hij gaat nu groeien. Verdomme, ja? Boom. Je doet iets. Je gaat voor mij doen. Dingen. Oké? Dank je. Wij gaan verder met het dorp. Ga jij maar lekker groeien daar? Wij gaan verder met het dorp. Oké. Hier zijn we geweest. Wacht even, wat is dat? Oh, ik dacht dat het allemaal signs waren of dat er iets stond. Dit huisje hebben we zo goed als gehad. We kunnen dit nog wel gaan slopen om te kijken of we nog wat dingen kunnen gebruiken hiervan. Dit huisje hebben we ook zo goed als gehad, behalve nog... We hebben niet in alle furnaces gekeken. Trouwens, dit is gewoon een crafting table. Ik had er gewoon hier een crafting table kunnen weghalen, joh. Echt sick. Ik heb nog nooit zo'n sicke start gehad, hoor. Oh, wat? En is er gewoon weer nieuwe meloenen gegroeid? Oh shit, oh shit, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, ik heb geen zwaard en er is een spin. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, wacht even, wacht even, wacht even. Oh wacht, ik kan hem maar aan, ik kan hem maar aan. Fuck you, fuck you. Nice, oké, okay, chill. Fucking chill, ik moet een zwaard hebben. Ik moet een zwaard hebben. Wacht, ik ga eerst even terug. Ik wil niet weer zo'n aanvaring hebben. My god. Ik schrok me dood, man, ineens zo'n fucking spin op mijn nek. De eerste aanval op mij is al geweest. Ik had niet verwacht dat het zo snel zou zijn. Oké, oh, weer die sheet eraf. Waarom gaat die sheet eraf dan? Is het niet genoeg water? Dit is toch goed zo? Of nee, dit is het water en je kan altijd één ernaast doen, dus... Ik denk dat hij daarom ernaast gaat. Oké, dan kan deze ook op zich wel gevuld worden met dirt. En dan kan ik meteen even een zwaard maken. Zo. Die doe ik dan daar. En dan zwaard. Iron is klaar. Hoppakee. We nemen een klein beetje... ik heb er maar 3 nodig, hè? Zwaard heb ik 2 nodig trouwens, maar ook een pickaxe. Ja. En heb ik sticks nodig. Die kan ik ook zo even maken. En dan... Ja, doe het gewoon zo. Oh. Zwaard. En... Nee, niet nog een zwaard. Oeh, ik maakte bijna nog een zwaard. Een pickaxe. Oké, okay. Chill. Die kunnen we zo meteen wel gebruiken. Die shears heb ik trouwens niet meer nodig. Die kan gewoon weer terug. Doe even de zwaard hier. En dan de pickaxe daar. Vind ik altijd wat fijner. Dit pickaxe heb ik nog niet nodig. Dus ik gebruik eerst maar even deze. Die sheets kan ik ook daar bewaren. De hoe kan ik daar bewaren. De stone axe kan altijd nog van pas komen. Ja, zo is prima. Oh, ik zag toch dat ik iron had. Hoppakee. Oké. Laten we nu weer erin gaan. Ik durf nu weer wat. Ik durf weer wat te doen, want ik heb een zwaard. Ik voel me nu wat veiliger. Ik voelde me net al veilig, maar dat kwam gewoon puur omdat ik niet werd aangevallen. Dus had ik zoiets van, oh, ik voel me... Hey, waarom doe ik hier even geen sheets? Dit is gewoon een gratis farm, hè? Dit is gewoon een gratis farm die ik nu laat liggen. Daar moet ik even sheets planten. Want dat kan nooit kwaad. Dat kan nooit kwaad om dat te doen. Even kijken, sheets. Hoeveel waren het daar? 4, hè? Dacht ik uit mijn hoofd. 4 of 5? Ik neem voor de zekerheid 5 mee. Ik dacht 4. Maar ik kan het fout hebben. Plop, 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 plop. Oh shit, ik ben weer aan het rennen. Nou, fuck it ook. Ik heb zoveel eten. Ik heb vertrouwen erop dat ik echt mijn eten nog lang niet kwijtraak. Hier, ik bedoel, als ik meteen dit doe al, dan kabam, heb ik alweer 12 meloenen. Zoveel, man. Ik heb echt fucking veel eten. Dit is echt een bizar goed begin. Nooit verwacht dat het zo'n goed begin al zou zijn. 1, 2, 3, 4. Ja, zie, ik dacht al 4, maar you never know. Straks mis je er in één keer eentje. Hier houdt het pad houdt op. Dus dan zou je zeggen, hierachter moet iets zijn. Zullen we een klein beetje spieken of er iets achter zit totdat die pickaxe kapot is?
Dat is denk ik over een paar slagen al. Dat is nu al, oké. Okay. Toppie. Nou, er zit dus niks achter nu al. Maar verder zit hier dus niks in dit dorp. Gewoon letterlijk drie huisjes met villagers. Een code. Code 1 stond daar. Die heb ik... Waar heb ik die eigenlijk gelaten? Oh shit. Waar heb ik die gelaten? Waar heb ik die code gelaten? Heb ik die in de kist gedaan? Ja, oh, gelukkig. Eigenlijk moet ik even daar een aparte kist voor hebben. Maar dat komt denk ik later wel, als ik nog wat meer hout heb. Ik ben nog niet echt comfortabel met het hout. Ga jij eens fucking groeien? Ik wacht al deze hele aflevering totdat deze boom een move maakt en zo even zo... Gewoon even de lucht ingaat. Maar hij doet niks. Ik moet echt een tip hebben, een gouden tip. Hoe laat je bomen snel groeien? Ik weet het niet. Tjonge. Oké. Ik vind dit een heel goed begin al. We hebben een leger aan voedsel al. We hebben nog verder niet echt veel gecraft. Maar we hebben ook nog niet veel hoeven te craften. Want ja, we moeten eigenlijk gewoon naar dorpjes toe. Een mooi onderkomen hier zo maken. Want dit ziet er nu nog niet uit. Dus dat moet ook nog helemaal geresteld worden. Al met al vind ik dat we een goed begin hebben. En ik hoop dat jullie deze aflevering fucking tof vonden om naar te kijken. Ik hoop dat je volgende week vrijdag om 7 uur ook gewoon weer kijkt naar een nieuwe Underground Survival 3.0 aflevering. Bedankt voor het kijken. Ik hoop op fucking veel likes. Ik hoop dat jullie dit enorm leuk vinden. Net zoals ik. En graag tot de volgende keer. Doei!